Hey, verveel jij je nu ook helemaal kapot? Dat snap ik helemaal. Je zit de hele dag waarschijnlijk binnen en je hebt echt geen idee wat je moet doen. Uh, ik ga je in deze video's tips geven wat je zou kunnen doen nu dat je toch thuis zit. Vind je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal wanneer je op de hoogte gehouden wilt blijven van nieuwe video's. En dan gaan we nu gelijk door naar de video, naar de tips. Mijn eerste tip voor je is. Spelletjes. We hebben gelijk halfbol.com volgens mij leeg gekocht. Dit is geen gesponsord bericht overigens. En van allerlei spellen ingeslagen die we zouden kunnen doen. Normaal hangen we s'avonds altijd met z'n tweeën op de bank. Maar daar ben ik zelf niet zo'n hele erge fan van. Ik ben dat al heel snel beu. Um, dus zei ik tegen mijn vriend: we hebben iets anders nodig. Dus hebben we spellen gekocht. Mijn tweede tip voor je is: ga lekker de tuin in. Het is momenteel super mooi weer. En kijk wat je alvast in de tuin kunt doen. Misschien kun je het terras vast naar buiten halen, kun je de tegels schoonmaken, uh, kun je wat uh, planten bijknippen of, of snoeien. Bijknippen, dat zal moeilijk gaan. Uh, het zal er eerder afgaan dan dat het erbij komt, maar je snapt wat ik bedoel. Ga lekker naar buiten, niet zozeer naar buiten als in echt de deur uit en weg. Dat wordt gewoon niet geadviseerd en dat wil ik jou met klem benadrukken. Doe dat eigenlijk niet wanneer je niet buiten hoeft te zijn. Bevind je gewoon lekker in je eigen tuin en hou het zo dicht mogelijk bij huis. Mijn derde tip voor je is het huishouden. Wellicht heb je met name wanneer je wat ouder bent, heb je gewoon zat klusjes nog in huis liggen die er nooit toe Komen, of die er nooit van komen, pak die nu lekker op. Ga lekker aan de slag, verf lekker iets of, of wees lekker creatief. Um, ja, pimp je wc of pimp iets waarvan jij zegt van... nou, dat, dat vind ik er niet mooi meer uitzien... en je hebt vast misschien nog wel een likje verf in huis ergens. Uh, ja, ga gewoon lekker binnen het huis aan de, aan, aan de slag of... Werk die berg was weg, die er eventueel nog ligt. Uh, nu is juist de tijd dat je van alles binnenhuis kunt doen. Dus uh, ja, ga, pak het lekker aan. Waarom nu niet? Mijn vierde tip voor je is om lekker de creaBeer uit te hangen. Dat is nooit weg. In die zin, het is gewoon super leuk om jezelf te ontdekken. Uh, Oké, okay, dit klinkt wellicht heel dubbelzinnig, maar ik bedoel met jezelf ontdekken, met jouw kwaliteiten ontdekken. Waar ben jij goed in? Wat kun jij? En het, ja, ik vind het zelf super leuk als uitlaatklep en uh, om van alles gewoon te doen. Ik heb kaarsen gemaakt, onder andere deze kaars. Uh, ik heb een uh, schilderijtje gemaakt met edelstenen. Ja. Uh, yeah. Noem het maar op. Je, zou, je kunt het zo gek niet bedenken. En je kunt het gewoon allemaal doen. Kijk wel weer naar wat je in huis hebt liggen. En uh, waarvoor je dus niet de deur uit hoeft. Uh, wie weet. Um, ja, wil je lekker kleuren schilderen, noem het maar op. Uh, het kan allemaal. Mijn vijfde tip voor je is: nou dat jij toch thuis zit, is het juist de tijd om lekker. Aan jezelf te spenderen. In die zin, wil jij iets nieuws opdoen? Wil jij een nieuwe kwaliteit ontwikkelen? Of wil je een nieuwe vaardigheid ontwikkelen? Nieuwe kwaliteit. Wil je een nieuwe vaardigheid ontwikkelen? Nu is de tijd. Nu kan het. Koop die online cursus die je altijd al hebt willen volgen... Uh, die online opleiding, um, weet ik veel, wie weet, wil jij inderdaad leren tekenen of, of, of wil, wil leren schilderen? Ga lekker, koop daar een cursus voor of ga lekker op YouTube video's kijken. Ontwikkel je skills. Het kan nu. Je hebt zeeën van tijd waarschijnlijk. Niet zozeer misschien overdag wanneer je overdag werkt, maar wel 's avonds. En ja, doe er wat mee. Benut je tijd gewoon goed momenteel. En ja, tuurlijk, je kunt lekker op de bank gaan hangen en Netflixen. Maar ja, dat kan ook altijd nog. En um, ja, je kunt ook altijd nog een cursus volgen. Tuurlijk, daar heb je een punt. Maar ik weet niet. Ik zou er gewoon nu lekker voor gaan, nu het kan. En daarnaast. Een vaardigheid ontwikkelen is toch wel net iets. Daar heb je wat meer aan dan dat je een bepaalde serie hebt uitgekeken, denk ik persoonlijk zelf. Maar hey, het is natuurlijk maar net waar jij je prioriteit aan geeft. Mijn zesde tip voor je is: ga lekker sporten. Wellicht kun je gewoon nu niet meer naar buiten. Um, kun je nu niet meer buiten hardlopen. Kun je nu niet meer naar de sportschool. Kun je nu niet meer uh, naar yoga lessen, boxlessen. Nou, noem het allemaal op. Wat voor sport je ook deed. Hockey, noem het allemaal op. Ga het lekker thuis doen. Ga het gewoon thuis uitvoeren. Tuurlijk, je hebt wellicht geen team meer om je heen. Maar je kunt nog steeds, stel je zit op handbal of zo. Je kunt nog steeds gewoon oefenen. Uh, dingen die jij in de sportschool deed, kun je ook gewoon thuis doen. Je hebt wellicht niet alles in huis in die zin van halters. Of noem het allemaal maar op. Maar er zijn mega veel creatieve oplossingen. YouTube biedt echt de uitkomst daarin. Er staan super veel video's op die jou daarbij kunnen helpen. Ga lekker thuis yoga doen, um, ook hierin weer. Um, ga misschien mediteren, verbreed jezelf, verbreed je vaardigheden. Kijk gewoon van, hey, misschien is het nu tijd om iets nieuws te proberen, uit te proberen en uh, neem daar gewoon lekker de tijd voor. Benut je tijd. Mijn zevende tip voor je en dat is de laatste tip ook gelijk is: ga lekker iets koken. Dat doet altijd goed. Liefde gaat door de maag heen ook leuk voor kinderen die vinden het altijd super leuk om nieuwe dingen uit te proberen en koken vinden ze echt bijna ieder kind vindt koken wel leuk met name wanneer je het goed uitlegt en zo en uitlegt wat je van ze verwacht dan vinden ze dat super leuk om te doen <coughs> zo <laughs> dus gewoon iets verkeerd en je moet waarschijnlijk toch boodschappen doen dus dan kun je net zo goed gewoon even wat kookspullen meekopen of bakspullen meekopen en uh, ja, ga gewoon lekker aan de slag. Bak een lekkere appeltaart. Ik zie ze al mega veel voorbij komen bij mensen. En daarnaast, wie weet, vind jij koken ook nog eens leuk? Nou, kun je dat weer verder ontwikkelen? Uh, kijk online naar uh, nieuwe recepten. Uh, ga dat uitproberen. Betrek je kinderen erbij. Kinderen vinden echt super veel leuk om te doen. Wanneer, gewoon, wanneer ze jou kunnen helpen, dan doen ze dat met alle liefde vaak. En um, juist wanneer je ook duidelijk uitspreekt wat je van kinderen verwacht. Dan, weet, ja, dan, dan biedt dat hun ook zeg maar, uitkomsten. In die zin dat ze um, het leuker vinden. Omdat ze gewoon weten wat er van hun verwacht wordt. Dus mocht je het lastig vinden wat je nou met je kinderen zou kunnen doen. Echt, kinderen vinden mega veel leuk. Ga dansen. Ga. Um... Iets, doe lekker gek, weet je. Ja, echt. Misschien vinden ze het zelfs wel leuk om mee te sporten. Uh, kijk, daag je kinderen ook uit. Nu is juist de tijd. Nu is de periode. Daag je kinderen uit. Kijk wat ze leuk, leuk vinden. Misschien kun je zelfs de vaardigheden van je kinderen nog ontwikkelen. Snap je? Um, ja, ik, ik zie alleen maar mogelijkheden hierin. Misschien jij niet, omdat jij 24 7 nou heel erg met je kinderen bezig bent. Snap ik. Ik snap dat het lastig is. En dat het een echte uitdaging voor je is... Maar um, wees lekker creatief. En um, ik denk dat je, dat je daar alleen maar meer aan hebt dan door te kijken naar ja, wat je allemaal niet kan. Want daar, kun je, ja, daar heb je niet zoveel invloed op. Daar kun je heel weinig mee. Dus om het voor jezelf en je kinderen leuk te maken, wees lekker creatief. Uh, denk niet zozeer in beperkingen, maar in mogelijkheden. En ja, ga gewoon lekker van alles doen. En als laatste wil ik je meegeven. Dit is juist, vind ik, een hele mooie tijd om dingen voor jezelf te gaan doen. Wellicht zit je de hele dag op elkaars lip en pak dus ook die tijd voor jezelf. Voor jezelf zorgen is zo belangrijk. Zorg dat dat in balans blijft. Want als jij goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor anderen zorgen. En als dat niet in balans is, ben jij straks uitgeput en moet jij weer uitgeput naar het werk. En dat wil ik niet zeg, maar. Of anders, ik wil dat gewoon graag voorkomen voor jou. Mocht je graag voor jezelf willen zorgen en weet je niet goed hoe, volgende week maandag tot en met vrijdag, iedere dag om 12 uur, ga ik live om jou een opdracht te geven met betrekking tot zelfzorg die max 5 minuutjes in beslag neemt. Dus gewoon even 5 minuutjes voor jezelf, voor jezelf zorgen. En ik zeg niet dat dat alles gaat veranderen, maar 5 minuten even alleen voor jou is al super lekker. Dus mocht je daar behoefte aan hebben, ik zet een link in de beschrijving, dan kun je daaraan deelnemen. En verder wil ik je alleen maar meegeven: take care, pas op jezelf, pas op elkaar en uh, wees alsjeblieft lief voor elkaar. We vinden het allemaal al lastig genoeg, deze situatie, denk ik. En uh, ja, het is oké. Okay. Het zal echt niet allemaal superleuk zijn. En uh, het zal vrij een echte een uitdaging zijn, omdat je op elkaars lip zit. Maar je leert elkaar wel echt goed kennen nu. en uh, Probeer wat ik al zei echt te zien wat je hieruit kunt halen en wat je hieruit uit deze situatie kunt leren en um, ja doe daar je voordeel vooral mee. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze tips. Ik wil je super erg bedanken voor het kijken en ik zie je heel erg graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. Bye bye.